Jij was eigenlijk heel jong toen je basgitaar ging spelen. Je was 11, hè? Ja, klopt. Dat is aan de jonge kant toch? Want meestal als je 11 bent, dan ben je gitaar spelen, toch? Nou ja, als je het vergelijkt met de viool, scene, daar beginnen ze als ze 3 zijn. Dus dan, ja, dat is waar. Tenminste, als je een beetje mee wilt tellen. Ja. Dus wat dat betreft had ik eigenlijk een beetje het gevoel dat het eigenlijk laat was. Omdat vanuit huis uit was er een soort klassieke sfeer hing er. Over. Mm. En daar ging het ook altijd over. Ja. Over hoe goed die en die wel niet was. Op de piano, toen hij 5 was. Mozart of zoiets. Ja. Maar inderdaad, bij de bassisten loop ik wel weer wat meer voor, inderdaad. Ja. Ja. Hadden jullie inderdaad een muzikale sfeer thuis? Was muziek heel belangrijk bij jullie thuis? Ja, heel erg. Ja, zeker. Je ouders waren muzikanten ook? Geen muzikanten, maar mijn vader is een echte muziekfreak, zeg maar, echt een liefhebber. Die zichzelf piano heeft geleerd, een klassiek piano. Mm-hmm. En de muziek was gewoon heel belangrijk voor hem en is. En hij had ook jazzplaten, gewoon de belangrijkste, maar met name klassiek. Hij had ook nog Coltrane zien spelen in het Concertgebouw. Okay. Dat soort dingen, dus dat soort verhalen hoor je natuurlijk. Dus wij kregen allemaal, dat was ook in de tijd dat er nog een beetje subsidie naar kunst ging. We konden allemaal naar de muziekschool. Mm. Gewoon, dat werd betaald. Ja. En al mijn broers, mijn oudere broers en zussen, die gingen naar de muziekschool netjes. En die kon je een instrument kiezen. En ik koos geen instrument, eigenlijk als eerste rebel. Omdat eigenlijk mijn instrument, saxofoon, al 2 keer was gekozen. En dus toen zag ik het niet zo interessant meer om daar nog mee te gaan concurreren. Toen dacht ik, nou, ik ga wel voetballen. Ja. Maar uiteindelijk gaven ze me gewoon een basgitaar. Okay. Mijn broers die al een bandje hadden gevormd. Maar die hadden natuurlijk geen bassist. Ja. Zoals het vaak gaat. Ja. Oh, wat grappig. Dus eigenlijk is dat een beetje toeval geweest dat je daar terecht kwam. Ja, zeker. Ja. Hey, was het meteen ook de jazz waar je hard naar uitging? Of begon dat toch eerder bij de popmuziek? Eigenlijk beide. Ik weet nog wel, pop was eigenlijk een beetje verboden op een bepaalde manier bij ons. Dat draaide je niet. Mm-hmm. Dan kreeg je eigenlijk wel een soort preek van mijn vader van dat eigenlijk maar inferieure muziek was. Dus klassiek en jazz, maar ik luisterde wel echt pop stiekem en ook niet. Het viel, ik bedoel, je kreeg geen straf of zo, maar je steeg niet in de waardering van Van de familie. In ieder geval van de vader, ja. Met name. Ja. Maar iedereen, wij luisterden allemaal naar pop gewoon. En jazz en klassiek ook. Ja. 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 Had je favorieten toen, die bepalend zijn geweest voor je latere smaak en muziekkeuze ook? Zeker. Het was gewoon eigenlijk, wat ik hoorde was wat toevallig binnenkwam via vriendjes van broers. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een plaat had van de Jackson 5. Echt een begintijd, zeg maar. Ja. En dat was een groot ding. Ja. Toen ging ik ook zingen. Of ik zong toen eigenlijk al een beetje. Maar ja, toen wou ik dus zanger worden. Ja. En wat nog meer. Ik weet nog, een heel belangrijk ding was een platenhoes van Jerry Mulligan. En dat was die kerel en dan met zo'n baritonsax. Ja. En toen wou ik de saxofoon spelen, begrijp je? Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja, dat maakt zo, ik zie hem nog helemaal voor me. Terwijl dat is, toen was ik denk 5 of zo. Ja. Ja, ja dat soort dingen. Ja, zeker op die leeftijd zijn het dat soort betrekkelijk buitenkantachtige dingen. Ja, ja. Ook toen ik al basgitaar speelde. Toen ging het over, dan had iedereen het over Oscar Peterson. En dan zag ik wel eens zo'n filmpje of zoiets. Ray Brown, of überhaupt een contrabas. Gewoon hoe dat eruit zag. Ja. Dat was al een reden om dat te willen spelen. Ja. Ja. Want je bent uiteindelijk wel eens op de basgitaar begonnen, maar je bent wel contrabas gaan studeren in Den Haag. Ja. Ja. Ja, want inderdaad, toen het basgitaar, dat ging redelijk vlot. Maar ik wou, eigenlijk was er inderdaad al snel een wens om echt contrabas te spelen. Dat was voor mij het echte instrument. Een basgitaar was ik weet niet, een beetje een soort speelgoedinstrument. Mm-hmm. Hoewel ik daar veel lol op had hoor. Maar toen dacht ik er zo over. En toen inderdaad ben ik naar het conservatorium gegaan voor
contrabas. Maar altijd, ik ben altijd basgitaar blijven spelen daarnaast. Ja. 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 Heb je dat nog steeds, het verschil? Is de contrabas nog altijd een serieuzer instrument dan de basgitaar? Nee, dat is helemaal... dat idee heb ik laten varen. Ja. Wel, voor mij in ieder geval een instrument... waar meer werk in technisch... wil je een beetje fatsoenlijk gewoon een soort basisniveau krijgen... zul je bij de contrabas wat meer werk erin moeten steken. Voor mij in ieder geval. Mm-hmm. Omdat het natuurlijk gewoon klassiek... Het is een enorme viool. Ja. En daar moet je een hele... Ja, zit een hele traditie aan technieken mm-hmm. achter... die je moet leren of kan leren. Als jij contrabas speelt, speel je dan akoestisch of versterk je de boel? Ja, akoestisch spelen, dat is eigenlijk niet meer... Behalve in de klassiek. Behalve in de klassiek. Ik heb ook wel klassiek gespeeld en dat vond ik leuk, want dan is het inderdaad akoestisch. Leuk om je... Maar zonder versterking, dat zijn mensen zo niet meer gewend. Nee. In muziek, in jazz en pop, dat het... Nee, dat kan eigenlijk niet. Nee, de luidheid in de gemiddelde zaal is toch al snel zo. Is enorm, ja. Dat je er akoestisch bijna niet... En bijvoorbeeld de drummers zijn ook gaan wennen aan de versterker vanuit de jaren 60, 70. Mm-hmm. Dus die zijn hun spel is anders geworden wat dat betreft. Misschien wat dikker of ik weet niet precies wat er is gebeurd. Het ligt er helemaal aan wie er speelt natuurlijk, maar... Nee, ik moet mijn bas wel versterken. Ja. Maar dan is het verschil misschien ook, afgezien van het feit dat twee verschillende instrumenten zijn, maar dan is het verschil misschien ook kleiner. Is ook kleiner, ja. Ja, voor mij is het heel duidelijk een verschil in stijlen eigenlijk. Of in het is een hele andere klank natuurlijk. En als ik bepaalde dingen wil doen, zoals mijn eigen project, waar we misschien nog over gaan hebben, maar dat... er zit veel pop in zo in en veel modernere muziek. En op een of andere manier vind ik dat makkelijker om met een basgitaar te doen. Ja. Dat werkt beter voor mij. En alles wat meer... ligt er ook aan combinaties met instrumenten. Meer akoestische muziek, wat meer naar traditie. Dat gaat op een contrabas beter. En dat dat lekkerder werkt, heeft dat met technische aspecten te maken? Of is dat puur een gevoelskwestie? Ja, het is echt een sound kwestie. Ja. Ja. Je hoort die sound en je hebt allerlei associaties. Met een basgitaar meer met, weet ik veel, funk, fusion, rock, pop. Daar heb je die associaties, dus dan gaat je muziek anders klinken ook. Ja. En je speelt op de Fender bass, hè? Dus dat is altijd een solid body. Ja. Dat is wat dat betreft ook een ander verhaal. Dat is ook een keuze. Ja, het is echt, ik kies dan echt voor een basgitaar en niet een soort tussenvorm. Nee. Wat ook gaaf kan zijn. En ook voor contrabas kies ik ook echt voor contrabas met darmsnaren en ouderwetse sound. Ja. Echt zoals een contrabas ooit bespeeld werd. En niet een elektronische contrabas. Niet een contrabas met een hele lage setup, waardoor je allerlei basgitaar dingen ook kan spelen. Wat ook veel gebeurt natuurlijk, dat je aan meerdere kanten op kan. Ja, en ik hou ervan om het gewoon toch echt... gescheiden te houden. Ja, als twee verschillende werelden. Ja, precies. En je hebt in Den Haag heb je gestudeerd, hè? Amsterdam. In Amsterdam gestudeerd? Ja. Kun je niet bij Den Haag komen? Daar geef ik tegenwoordig les. Je geeft les in Den Haag? Ja. En toen heb je natuurlijk, er was een klassieke opleiding, denk ik, hè? Er was een jazzopleiding, daar ben ik mee begonnen. En ik ben wel op een gegeven moment die klassieke opleiding ook gaan doen. Ook om de techniek onder de knie te krijgen. Oké. Ja. En toen heb je ook klassiek gespeeld? Ja, toen ben ik in orkesten gaan snabbelen. En, ook echt wel serieus een periode. Dat ik zelfs even dacht van, moet ik hier misschien mee doorgaan? En een fijne orkestbaan en je nooit meer zorgen maken. Hoewel, dat is tegenwoordig ook niet meer. Precies. Nou, het Concertgebouworkest heb je gespeeld? Ja. Orkest van de 18e eeuw? Ja. Zo wat minder solide, althans wat de... Die hebben sowieso nooit subsidie gekregen, volgens mij. Die doen het gewoon met sponsoring. Ja, zelf. Ja. Maar toch de keuze zeker voor de jazz. Ja, die keuze was natuurlijk al van jongs af aan. En dat is meer een omleiding via de klassieke orkesten. Wat ik helemaal te gek vind, hoor. En ook, had ik vast ook heel veel... Met name zo'n orkest van de 18e eeuw...
een wat kleiner orkest en zo'n eigen sound ook. Helemaal te gek. Ja. Maar nee, ik zou het jazz te veel gaan missen en het improviseren. Ja. En, ja. En toen ben je naar New York geweest. Ja. Om daar masterclasses te volgen of lessen. Ja, precies. Gewoon lessen bij mensen thuis. En, ja. Vertel eens, hoe was dat? Hoe was het even aan? Ja, dat was echt mijn keuze. Toen heb ik inderdaad allerlei snabbels bij het Concertgebouw gewoon niet aangenomen. Van jongens, ik ga naar New York. En dat is natuurlijk raar, want dat verwachten ze. Niemand verwachtte dat natuurlijk. Nee, ja. Ze dachten allemaal van die jongen die gaat proberen in dit orkest te komen. Ja. En daarmee is de kous af. Nee, maar in ieder geval, dat was echt de beslissing. Oké, nu ga ik naar New York. Dan kan ik niet eens meer snabbelen, want ik ga niet even voor een weekje naar het Concertgebouw terugvliegen. Ja. En inderdaad, die lessen daar, met name Ben Street, mm-hmm. goede bassist daar. Dan kom je gewoon in een serieuze scene terecht. Ja. Omdat je iets voorspeelt en een beetje wat jij denkt dan dat jazz, traditionele jazz is. Daar was ik toen mee bezig, echt de traditie leren. Ja, dan krijg je dat soort vragen van, waarom speel je dit, waarom speel je deze muziek eigenlijk? Ja. En op een bepaalde manier zijn dat soort vragen in New York misschien wat directer aanwezig. Omdat het zo'n harde wereld is, harder dan hier, denk ik. En omdat er in alle stijlen goed wordt gespeeld. Dus alles is er en goed. Dus dan moet je heel goed weten waarom je eigenlijk iets wil spelen, denk ik. Van ja, je kan nu wel die jazz uit de jaren 60 gaan nadoen, maar weet je echt wel zeker dat je dat wil spelen? Of heb jij iets bijzonders zelf te melden misschien? Ja. Ja. Het is een hardere wereld en daardoor word je gedwongen meer uit jezelf te halen. Ja, ik denk dat het wat scherper is. Je moet wat scherper zijn, denk ik. Wat is het belangrijkste wat je daar geleerd hebt wat jou betreft? Nou, eigenlijk niet. Dus dat je echt moet gaan kijken wat jij te melden hebt, wat jij echt wil spelen. Ja. Ja. En dat was eigenlijk denk ik mijn grootste les daar. Ja. Hoe lang heb je daar gezeten eigenlijk? Een half jaar, Het is lang genoeg om er thuis te raken. Ja, ik voelde me daar toen echt na een tijdje gewoon thuis en ik had er ook... Ik had daar ook kunnen blijven. Tenminste, dat was absoluut een optie voor mij. Ja. Waar het niet dat ik hier een gezinsman ben geworden. En dan wordt het heel ingewikkeld. Ja. En ik heb ook altijd gedacht, als ik het niet naar mijn zin heb, zeg maar muzikaal in Nederland of in Europa, dan ga ik weer proberen om terug te... Maar ik heb het eigenlijk heel goed naar mijn zin. Ja. Ja. Zou je nog wel... Overweeg je het nog wel eens om toch daar nog opnieuw te... Een gooi te doen of het opnieuw te... Ik heb toevallig kort geleden had ik weer even zo'n oprisping. Ik moet eigenlijk... bijvoorbeeld als je net een paar keer speelt en je hebt het niet naar je zin, weet je wel, muzikaal. En dan denk je, nu ga ik er gewoon daarheen. Zo. Ja. Hey, je hebt je eigen band nu. En je bent de mede-bandleider van... Narcissus. Ja. Dat zijn denk ik jouw twee belangrijkste bands momenteel. Ja. En daarnaast speel je nog in heel veel bands, trio's, kwartetten, formaties van andere mensen. Nou, met name zijn dat twee bands waar ik zelf ook actief aan werk, zeg maar. Dus dat we werk hebben en dat we weer een volgende cd plannen. En daar schrijf ik ook voor. Ja. Hoewel... ook wel nu voor andere dingen ook wel eens schrijf, maar inderdaad, dat zijn mijn hoofdbands. Narcissus bestaat alweer heel lang, ik denk sinds 2005. Robin die studeerde toen in Amsterdam en die heeft toen eigenlijk samen met Flynn van Hemmen, waar ik ook al heel lang mee speel, en Harmen Fraaien toen nog, heeft hij eigenlijk die band opgezet. Dat was toen het Robin Verheij kwartet en toen zijn we gaan spelen en dat klikte toen heel goed. En later is Harmen zijn eigen weg gegaan. Mm-hmm. Dus we bestaan nog steeds. Nu spelen we met Joseph Dumoulin op piano. En we hebben een tweede cd gemaakt vorig jaar.
En zo eens of twee keer per jaar proberen we een tour te plannen. Want de twee van de leden wonen dus in New York en Jozef woont in Parijs. Mm-hmm. Ik woon in Amsterdam, dus dan moet je echt plannen om samen te komen en ja. Moeten de podia meewerken. Dus het is echt projectmatig. Ja. En ja, fijne band. Eigenlijk heel blij mee. Ja. En je eigen band? Ja. Dat, waarmee je het afgelopen jaar natuurlijk getoerd hebt. Ja, dat was een apart gebeuren. Omdat ik eigenlijk... Ik had gewoon een stapel stukken. Die ik gewoon hier in mijn kamertje eigenlijk... Naar aanleiding van dat New York verhaal heb geschreven. Gewoon van, oké, doe nou eens gewoon... Schrijf nou eens iets op wat jij echt heel graag op wil schrijven. Zonder dat je ook enigszins rekening houdt met de jazz scene of de jazzpodia. Of wat die er misschien van vinden. Of wat hier goed gevonden wordt of wat ze in New York goed vinden. Nee, schrijf me gewoon op en maakt niet uit. Ja. Al is het voor het archief. Ja, dat wou ik zelf. Ja. En ik had die stukken, die hebben zich over de loop van de jaren, af en toe komt er iets, zeg maar. En die wou ik toen opnemen eigenlijk, ja. Met mijn favoriete muzikanten, ja. Waarvan ik vind dat ze bij die muziek passen. En dat heb ik toen gedaan en eigenlijk ook verder zonder label of gewoon, ik regel dat zelf, ik neem dat op en kijk wel wat er gebeurt. Misschien probeer ik het uit te geven. Mm-hmm. En toen werd ik eigenlijk gebeld door de VIP-organisatie, Young Vips, om een tour te doen in Nederland. 15 concerten. Toen zei ik, nou, dan doe ik dat graag met die band. Ja. Komt mooi uit. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje geëxplodeerd. Ja. Want ik had zelf ook al een aantal concerten geregeld. Dus we hebben echt, is het ruim 20 keer gespeeld. Ja. Dus eigenlijk is de Young Vips tournee, is het gewicht geworden waardoor jouw band echt is gaan spelen. Ja, aan. Ja. Oké. Ja. Hoewel, ik had al iets geregeld en misschien had ik meer geregeld, hoewel het is gewoon lastig om een band echt veel te laten spelen in Nederland. Ja. Dus ja, dat kwam toen samen. Dus we hebben een enorme reeks concerten gedaan. Ja. En het is ook heel grappig, ik ben heel blij met die laatste opname die is gemaakt in de Paradox. Ja. Want als je dat dan vergelijkt met die cd en ook met die eerste opname, dat is heel grappig wat er dan gebeurt inderdaad. Ja. Muzikaal, dan kan je dus echt met een band groeien en allerlei kanten op gaan. Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven? Van hoe nou in de loop van die 8 maanden, 15 concerten of 20 concerten over elkaar, wat groeit er dan? Wat is dan wat er beter wordt of sterker? Ja, ja, concreet, in het begin in die studio, je repeteert misschien 1 of 2 keer en dan ga je naar de studio. En dan worden de stukken gespeeld. Iedereen kent die stuk pas net, dus eigenlijk niet. Maar het zijn handige jongens, dus ze kunnen het spelen. Ja. En dan krijg je een totaal andere uitvoering dan als je die stukken al 20 keer hebt gespeeld. Ja, dan kan het helemaal opengebroken worden eigenlijk. Ja. Dan kan het elk moment overal heen gaan. Ja. Maar wat het grootste verschil is voor mij niet zozeer dat. Dat is interessant, maar ik vind zo'n eerste take ook leuk. Mm-hmm. Dat is anders. Het grootste verschil is denk ik vooral dat we met die band echt dat je veel meer vertrouwen hebt op een gegeven moment. En dan los van die stukken, maar dat je echt elkaar gaat vertrouwen in de muziek. En dan durf je dus ook meer risico's te nemen en dan wordt het spannender en denk ik boeiender. En risico's in de zin van zo leren, dingen langer laten duren? Ja, niet spelen wat je al die concerten ervoor wel hebt gespeeld. En dan dat er dan niet, weet je wel, gek wordt gereageerd, maar nee, oké, hij speelt het niet nu. Nou, prima, dan doe ik wel dit. Begrijp je? Dus dan is er van alles mogelijk. Ja, eigenlijk de onderlinge communicatie wordt sterker. Ja. Vanzelf. Ja. Ja, mooi. Leuk. En, nog even terug, want de start was een aantal stukken die jij had geschreven, die je gewoon echt zelf wilde schrijven. Ja. Zonder ergens rekening mee te hoeven houden. Hoe werk jij? Hoe ga je te werk als jij een stuk schrijft? Zit je achter de piano of speel je op de bas? Of? In dit geval, over het algemeen, zit ik achter de piano. Mm-hmm. Een beetje te rotzooien. En soms dan komt er een idee waarvan je denkt van, hé, wacht eens even. Als ik nou even nog blijf zitten, dan wordt het misschien wat. Ja. Of het is meteen wat. Dat kan. Dat is misschien 1 keer overkomen of 2 keer dat je iets speelt en dat je denkt van, hé, dit is eigenlijk wel een stuk. En dat zijn denk ik de beste stukken, maar
durf mijn hand niet voor in het vuur te steken. Maar dat is zoals normaal gesproken werk. Nu is voor dit project had ik een basgitaar gekocht, dus die Fender. Niet gekocht voor dit project, maar ik ben hem op een gegeven moment tegengekomen, die bas. En ik vond hem helemaal te gek. En dat was gewoon heel inspirerend. Zo'n oude Fender bas. En, is het echt een oude? Ja, het is een oude. Ja. Ja. Echt jaren 60. Ja. En ik ben daar gewoon heel veel op gaan spelen. En daar kwamen ook stukken uit eigenlijk. Dus het was niet gewoon voor mij om vanuit mijn bas te componeren. Maar dat is toen wel gebeurd. Ja. Ja. En schrijf je dan dingen uit? Of hou je het bij themaatjes? Of aanduidingen? Voor mij is het de grote opdracht dan om de absolute essentie te proberen te destilleren, zeg maar. Ja. Dat alles wat ik erbij hoor, tierenlantijnen, fratsen, om te proberen die essentie wat op te leuken of zoiets, dat moet ik er afhalen, want ik weet dat dat gewoon niet werkt. Ten eerste werkt het niet in een band, want dat betekent dat ze veel meer dingen moeten lezen en informatie eerst moeten absorberen. Terwijl als ik probeer die essentie zo goed mogelijk te krijgen, dus echt zeg van, wat is het nou? Wat hoor ik nou? Als ik dat alleen op het papier zet, en als je dan met wat creatieve mensen speelt, dan heb je de kans op iets leuks. Ja. Ja. Nou heb je ook 3 muzikanten naast je staan die dat rempel ook wel kunnen. Ja, vind ik wel. Ja. Want daar hangt het dus wel erg vanaf. Tuurlijk, ja. Je kan niet met de willekeurige. Nee. Er is geen tweede Jesse van Ruller in Nederland en daarbuiten ook niet geloof. Nee. Maar met een willekeurige gitarist zou dat misschien helemaal niet. Nee, dat is. Ja, er zijn dan voor mij heel weinig opties. Of je moet weer je muziek aanpassen. Of, ja. Nee, het is heel. Het luistert heel nauw wat dat betreft. Ja. Hey, de Jan Vips tournee is een combinatietournee. Je speelt met twee bands. Ja. Nu met Kasteel van Damme samen. Werkte dat goed? De een voor en de ander na de pauze? Hadden jullie onderling contact? Zaten jullie met elkaar te praten in de kleedkamer? Ja, het was sowieso gewoon gezellig en hele aardige jongens. Mm-hmm. Dus dat ging al prima. Geen ruzies, geen fetes over geld. Nee, niks. Maar het was wel grappig. Zij. De eerste opzet was dat zij voor de pauze speelde en wij na. En toen bleek eigenlijk, als wij dan luisterden naar hun concert, hun muziek was heel erg overtuigend, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En wat meer uitgearrangeerd dan wat wij doen. En ze spelen dat supergoed. Dus in wezen, er komt alle informatie en het is heel erg, zoals ik het ooit heb genoemd, van, ze bevestigen ontzettend van dit is het. En dan, dat was ontzettend duidelijk voor het publiek. Ja. En die vonden dat helemaal te gek en dat is het ook. Ja. Maar als wij dan begonnen na de pauze, dan wij gingen wat meer op zoek of zo. Ja. En eigenlijk is dat heel moeilijk als voor de pauze al is bevestigd van dit is het. En niet anders. Mm-hmm. Dus toen hebben we uiteindelijk gevraagd van, kunnen wij alsjeblieft voor de pauze? Want dan, dat is gewoon een logischer muzikaal verhaal. Nou, ik vond dat aspect van hoe zij hun dingen voor elkaar hadden. En dat is goed om te zien. En hoe dat reageert of hoe dat overkomt op het publiek. Mm-hmm. Ja, daar leer je natuurlijk van. Sowieso, als mensen goed spelen, dan leer je er altijd van. Yeah. De drummer heeft ook, is ook 2 keer ingevallen in onze band. Omdat Flynn, onze drummer, dus 2 keer in New York zat. Ja. Dat zijn supergoede muzikanten. Ja. En over leren gesproken, je zei het straks al, je geeft nu les aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ja. Hoe is dat, het lesgeven? Want jij bent nou ook nog niet echt een hele oude bassist die al 35 jaar op de plank heeft gestaan. Nee. Nog heel erg, ik wil niet zeggen aan het begin, want je hebt ook al een flink aantal jaren inmiddels natuurlijk praktijkervaring. Ja. Hoe is dat lesgeven? Is dat iets wat je geweldig vindt? Of doe je dat erbij omdat je toch ook brood op de plank enzovoort moet hebben? Of vind je het ook heel erg leuk? Nee, ik doe het eigenlijk wat zal ik zeggen? Ik heb nooit echt les gegeven hiervoor. Hmm. Een enkele keer een privéleerling. En toen werd ik dus benaderd door het consortium. En dat is natuurlijk
ja, een hele eer dat ze je vragen. Dus dan ga je het overwegen van, nou ja, wacht eens even. Dat is eigenlijk wel leuk om te proberen. Maar ik wou niet te veel. Dus ik, eens in de twee weken ga ik daar dan heen. Voor een dag. Mm-hmm. Want ik wil gewoon de nadruk op het spelen hebben. En niet veel lesgeven, zeg maar. Dat was mijn bedoeling aan het begin. Maar eigenlijk vind ik het wel heel leuk, het lesgeven. Ja. En voor het geld moet je het eigenlijk ook niet doen, want zo'n dagje in de twee weken, dat... Nee, dat zit ook niet echt zo. Nee. Nee, precies. Ja. Maar nee, ik vind het, hoewel het inderdaad in het begin gek was, want ja, ik ben hooguit een paar jaar ouder dan de meeste van mijn leerlingen. En ja, ik sta daar ook, ik voel mezelf student eigenlijk. Gewoon, je probeert te leren, je probeert beter te worden. Ja. Maar dat gebeurt denk ik ook op het moment dat je les geeft. Oh ja, dat is een mooie bijkomstigheid. Ja. Je doet iets voor en je denkt van, ja, ja, dan moet ik het wel even goed doen. Ja. waarom doe ik dit eigenlijk zo? Ja. Hoe is het met de komende jaren? Heb je plannen? Komt er een nieuwe band? Ga je met deze band verder? Ja. Ligt er het een en ander op de plank? Ik ben druk bezig met... Ik heb alweer allerlei stukken en... Ik ben ontzettend aan het plannen, aan het nadenken in mijn hoofd van wat wordt het volgende ding. En ik ben er ook al mee bezig hoor. Maar het is nog niet helemaal concreet. Hm. Nee. Ga je met deze band nog wel verder spelen? Ja, zeker. Ja. Ja. Ook door die opname, die heeft mij ook wel weer aan het denken gezet. Want ik vond het was zeker niet allemaal... allemaal fantastisch, voor mijn gevoel. Hè? Als je voor het eerst bandleider bent, dan ga je toch heel kritisch kijken elke keer van, wat is het wel goed? Maar ik heb nu toch al met al een goed gevoel over. En ja, ik zou er graag weer mee door. Ja, en dan, maar goed, dan moet je een boeker hebben of iemand die dat doet enzovoort. En tot nu toe doe je dat vaak zelf. Hè? Ja, we hebben nu dus eigenlijk op alle plekken gespeeld dit jaar. Ja. Ja. Dus dan is het moeilijk om meteen weer, dat lukt dus niet. Nee. Moet je proberen eventueel in België of over de grens. Ja, Duitsland heb je misschien mogelijk. Ja. Maar ja, dan kom je dus weer in een andere modus. Ja. In plaats van achter je piano zit je dan achter je laptop adressen te zoeken van mensen. Ja, precies. Nou ja, het voordeel is dat je nu natuurlijk opnames hebt die je kan rondsturen. Dat je kan dingen laten Klopt, zien. Ja. Videofilmpjes. Absoluut, en zo. Dus dat maakt het alweer iets gemakkelijker natuurlijk. Ja. Leuk. En met je andere samenwerkingen met andere muzikanten, liggen daar nog plannen voor de nabije toekomst? Ja, zeker. Met Jesse van Ruller en Joris Roelofs hebben we weer een nieuwe cd gemaakt. Mm-hmm. Die moet nog uitkomen. En een vervolg op de eerste cd, Chamber Tones. Ik weet niet of je dat... daar was iedereen heel enthousiast over. Dus we zijn gewoon weer een kerk ingegaan en hebben het opgenomen. Ja. En nieuw materiaal. En we gaan ook weer naar Japan, geloof ik. Zo. Ja. Want daar vinden ze het ook. Zijn ze helemaal dol op Jesse. Ja. Dus het is hartstikke leuk. En daar heb ik zin in. Daar gaan we weer veel mee spelen. En ook in het buitenland veel. Joris heeft ook veel connecties zo in Europa. Dus hartstikke leuk. Ja. En een andere band wat me... Hoe zeg je dat? Aan het hart ligt. Is Harm en Fraaie trio. Ja. Dat eigenlijk onderdeel is van mijn band ook. Het zijn dezelfde mensen, maar dat is dan zijn trio. Ja. En dat is heel akoestisch eigenlijk, speelt contrabas. En daar gaat ook weer van alles mee gebeuren. Gaan we ook weer een cd mee opnemen. Ja, spannend. Ja. Voor de komende maanden. Ja, zeker. Ja. Ja. Leuk. Clemens, welk stuk mogen we in elk geval niet missen van het laatste optreden? Een leuk nieuw stuk, vind ik zelf. Ja. In ieder geval, ik krijg er hele goede reacties op. Dat heet Occupy Edam. En die titel moest ik bedenken voordat we de middag voordat we in Edam gingen spelen. Ja, vind ik een leuke nieuwe aanwinst. Oké, die gaan we in elk geval horen. Ja. Hey Clemens, dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. Dankjewel.